Zeker omdat je de eerste helft verzaakt hebt om je taak uit te voeren. We gaan veel te veel ruimte weg, we dekten niet echt goed door. En die ruimte die je weggaf, die bespeelden zij goed. Je weet dat ze dan de lange bal spelen op Boijmans. Dan moet je zeker voor die tweede bal gaan. Maar als die ruimte zo groot is, hebben we veel duels verloren. De tweede helft hebben we gewoon gevoetbald zoals we gewend zijn om te voetballen. Ja, dan maak je het dus veel moeilijker. Dus de teleurstelling is groot, ja. Ik zag je ook in de eerste helft constant wegwerpgebaren maken. Je grijpt in, een dubbele wissel na 37 minuten. Je was echt boos, hè? Ja, nou ja, kijk. Als je de absolute wil hebt om te winnen, dan moet je dat wel laten zien. En dat zag ik niet terug bij Danso. En het middenveld kwam alleen maar naar de bal toe. En we moeten juist dynamiek hebben, diepgang hebben. En dat is ook de reden waarom ik Wilmer gewisseld heb. Het is niet meer van deze tijd. Hè. Je moet diepgang hebben, je moet meters maken. En alleen naar de bal voetballen, ja, dat is niet goed genoeg. Je zag daarna ook dat er veel meer diepgang was van Goossens. Kon ook wat meer voor de goal komen. Maar het was vandaag niet goed genoeg. Zit jij te wachten op de rekensommen dat het nog geen verloren zaak hoeft te zijn, dat kampioenschap op dit moment? Kijk je er zo nuchter en reëel naar? Of ben je ook op basis van wat je vanavond hebt gezien zo teleurgesteld dat je daar niet naar wil kijken nu? Nee hoor, ik heb van tevoren gezegd dat de druk bij Willem II ligt. En op het moment dat zij hier verliezen, dan is het gebeurd. Ik heb ook gezegd dat als zij winnen van ons, dat er nog 4 wedstrijden gespeeld moeten worden, zijn we een zwaar programma. En ik realiseer me ook al, hebben we vaker gezegd, elke wedstrijd die is nu speelt, dat zijn finales. Maar we moeten naar de Gaasap uit Eindhoven uit. Ik geloof er nog heilig in. Ik heb ook de spelers ook naar de wedstrijd toegesproken dat ja, als je de tweede helft dezelfde overtuiging had gehad en dezelfde bezieling als de eerste helft, dan had je gewoon meegedaan. Dus je doet jezelf tekort. Nu zagen we ook bij FC Eindhoven, zakten jullie door het ijs in wat echt werd bestempeld als dit is de cruciale wedstrijd, vanavond weer.